De volgende morgen vroeg sloeg Jerubbaal, Gideon dus, met zijn troepen zijn kamp op bij de Garotbron. De Midjanieten lagen iets noordelijker, in de vallei aan de voet van de Moren. Toen zei de Heer tegen Gideon: het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is kan vertrekken en via het bergland van Gilead terug naar huis kan gaan. Daarop vertrokken 22.000 man. 10.000 bleven er over. Maar de Heer zei tegen Gideon: het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan. Daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet. Gideon liet de mannen naar het water gaan en de Heer zei tegen hem: degene die het water met hun tong oplikken, zoals honden doen, die moet je apart zetten van degenen die knielen om te drinken. 300 man likten het water op met hun tong. De overigen knielden om te drinken. Met die 300 man die het water met hun tong oplikten, zal ik jullie bevrijden, zei de Heer tegen Gideon. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Gideon hield dus alleen die 300 man bij zich en stuurde de rest van de Israëlieten weg, elk naar zijn eigen woonplaats. Maar eerst had hij hun proviant overgenomen en al hun ramshorens. Het kamp van de Midjanieten lag beneden hem in de vallei. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: het is zover. Doe een aanval op hun kamp. Ik geef het je in handen. En als je geen aanval durft te wagen, sluip dan met je knecht Pura naar beneden om te horen waar ze het over hebben. Dat zal je moed geven voor de aanval. Samen met zijn knecht Pura sloop Gideon tot vlak bij de voorposten van de vijand. De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee. En toen Gideon aankwam, was er juist iemand aan het vertellen wat hij had gedroomd. Wat ik nu toch heb gedroomd, zei hij. En gerstebrood rolde razendsnel rond door het kamp, botste tegen een tent aan en kegelde die omver, zodat hij in elkaar zakte. Dat kan niet anders zijn dan het zwaard van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas, verklaarde zijn kameraad. Dat betekent dat God hem ons met ons hele kamp in handen heeft gegeven. Zodra Gideon de droom en de uitleg ervan had gehoord, boog hij zich dankbaar neer. Terug in het kamp spoorde hij de Israëlieten aan. Het is zover. De Heer geeft jullie het kamp van Midjan in handen. Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf ieder van hen een ramshoorn en een lege waterkruik met een brandende fakkel erin. Toen zei hij: let goed op wat ik doe. Wanneer ik de voorposten van het kamp ben genaderd, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Blazen wij, ik en mijn groep, op de ramshoorn, dan moeten jullie ook op je ramshoorn blazen, rond heel het kamp, en schreeuwen: voor de Heer en voor Gideon. Aan het begin van de middelste nachtwaken, vlak na de wisseling van de wacht, kwam Gideon met zijn groep van 100 man bij de voorposten van het kamp. Ze bliezen op hun ramshoorns en sloegen de kruiken die ze bij zich hadden aan stukken. Alle 3 de groepen bliezen nu op hun ramshoorns en sloegen hun kruiken kapot. Ze hielden hun fakkels in de linkerhand en hun ramshoorns in de rechter en schreeuwden: te wapen voor de Heer en Gideon. Ze bleven rond het kamp staan en brachten de Midjanieten in rep en roer. Terwijl de 300 Israëlieten op hun ramshoorns bliezen, liet de Heer de Midjanieten in heel het kamp het zwaard tegen elkaar opnemen, tot ze uiteindelijk op de vlucht sloegen in de richting van Sarera naar Bet-Hasita,
tot aan de rivieroever bij Abel-Mechola, boven Tabat.